Dit is de gesproken uitleg van de kindregeling van de gemeente Dalfsen. Hoe werkt de webshop nou? In je mail heb je twee mails gekregen met inlogcodes. Eén mail met een gebruikersnaam en één mail met een wachtwoord. Eerst ga je naar de website. Dit is kindregeling.dalfsen.nl. Hier zet je geen www voor. Als je op de website bent, kun je rechtsboven inloggen. En als je op inloggen klikt, kun je je gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Als je ingelogd bent, zie je zes onderwerpen waar je uit kan kiezen: bijvoorbeeld school, sport of fietsen. Onder deze onderwerpen staan winkels. Die producten aanbieden voor je kinderen. Welke je kan bestellen. Als je een onderwerp hebt aangeklikt en je hebt de winkel gevonden, kun je op producten klikken. Als je het juiste product gevonden hebt, klik je op direct bestellen of op het winkelmandje. Wanneer je meerdere spullen wil bestellen, Klik dan op het winkelmandje zodat je uiteindelijk alles in één keer bestellen kan. Wanneer je een bestelling definitief hebt gemaakt, dus echt hebt besteld en al je gegevens hebt ingevuld, kun je deze niet meer annuleren. Uit het winkelmandje kun je nog wel spullen verwijderen. Bij het winkelmandje Kun je ook zien hoeveel geld er nog over is om spullen te bestellen? Het tegoed is 12 maanden geldig. Van de gemeente Dalfsen heb je een brief gekregen waar de einddatum in staat. Houd deze goed in de gaten, want na die datum vervalt het budget het geld wat nog over is. Als je iets hebt besteld, krijg je een mail in je e-mail met een bevestiging. Hier staat in wat je hebt besteld, wanneer je het kan ophalen en wat je verder nog moet doen. Op de pagina op de webshop kun je bij bestel Historie altijd zien wat je hebt besteld. Ook eerder. Zo kun je goed. Bijhouden wat je nog nodig hebt, hoeveel geld je daar nog voor nodig hebt en waar je dus aan wil en kan besteden. Alles staat dus nu op één internetpagina. Nu kan het zijn dat er dingen niet in de webshop staan die je wel nodig hebt voor je kind. Wanneer dit zo is, kun je een mail sturen. Samen doen in Dalfsen@dalfsen.nl. Zet in de mail welk product je graag in de webshop zou willen zien. De gemeente Dalfsen gaat dan kijken of dit mogelijk is. Lukt het u nu niet met inloggen of het werken met de webshop, dan kunt u hulp vragen bij het steunpunt formulieren. Zij zitten op dinsdagochtend. Van 9 uur tot 12 uur in de Trefkoele in Dalfsen. Wij wensen u veel succes en heeft u vragen? Dan kunt u de gemeente Dalfsen natuurlijk altijd bellen. Houdt u er rekening mee dat ook zwemlessen betaald moeten worden van de kindregeling voor uw kind wanneer dit niet meer van het Jeugdsportfonds kan. De zwemlessen beginnen meestal in maart of april. Dit betekent dat u voor die maanden voldoende geld over moet houden in de webshop om de zwemlessen te kunnen betalen.